Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door Mode Express, Flint Adviseurs en Accountants en XXL Nutrition. Frank, hoe kijk je terug op de voorbereiding voor dit nieuwe voorjaar? Nou, allemaal eigenlijk best goed. We hebben de voorbereiding iets langer gemaakt door de corona, dat we ook rustig op konden bouwen. Een paar goede oefenwedstrijden gespeeld, soms moeilijk gehad, soms beter geweest. En uiteindelijk, gelukkig in de beker goede resultaten gehad, dat is voor ons wel belangrijk. Dus, maar ja, vandaag moet blijken hoe het echt is. Dus heel benieuwd, maar veel vertrouwen. Dat was mijn volgende vraag. Wat zie je als perspectief voor dit jaar? Ja, dat is een goede vraag, maar wel ook een moeilijke vraag. En, ik denk dat bij heel veel clubs heel veel gebeurd is. En ook bij ons natuurlijk in die anderhalf jaar coronatijd. Dus ik denk dat de komende twee maanden pas gaan uitwijzen hoe het er overal een beetje voor staat. Maar eerst wedstrijd thuis, die wil je natuurlijk altijd winnen. En dan gaan we alles voor doen. Goed, dan wens ik jou veel succes. Ja, dankjewel. De opstelling van SV Leeuwen met Robin Verhoeven in de goal. Achterin Mark Lauwers, Job Zees, Aziz Sabrach en Quincy Plas. Op het middenveld Dennis Groen, Luc Veneman en Thijs Martijn. En voorin Finn van der Steijn, Joris van der Heuvel en Redouan El Idrissi. Venlose Boys met de aftrap voor de eerste competitiewedstrijd van dit seizoen. Begint rustig achterin even de balgevoel op te krikken. Lange bal richting David Driessen. Die geeft in één keer vol op Sjors Boots, maar Verhoeven is er op tijd bij. Aanval via de rechterkant van Venlose Boys, maar dat resulteerde niks. Verhoeven kan die bal makkelijk pakken. Groen zoekt de opening aan de andere kant bij Plas. Hij heeft veel ruimte nu. Van de Heuvel terug naar Veneman. En naar Lauwers, die met de lange bal op Van de Heuvel. Die geeft hem op Martijn en Martijn haalt uit, maar dat schot mist toch iets met scherpte. Weer deur naar Groen. Met een goede bal op Van der Steijn, maar die schiet hem over en staat ook nog buitenspel. Weer SV Deurne, nu is het Sabah. Deurne dringt aan in deze fase van de wedstrijd. En op Idrissi, en die kopt hem over. Een metertje overgekopt. Weer via de rechterkant start Venlose Boys een aanval. Dat is het Hoveling met een kaats. Die krijgt hem terug, Hoveling, maar schot mist heel veel kracht. Wederom een makkelijke prooi voor Verhoeven. Ingooi Deurne, Idrissi doet dit mooi. Doet dit ook mooi, Idrissi. Geeft de bal voor, op. Oeh, Martijn, maar ik kom er net ver over. De corner van Venlose Boys. Sjors Pengers wint het kopduel en zit hij erin? Ja, de scheidsrechter een goal. Dat is Max Hendricks met een 0-1 voor Venlose Boys. De supporters zijn er niet mee, zo te horen. Een doeltrap van Verhoeven. Idrissi wint het kopduel. Martijn gaat er achteraan. Maar hij is niet op tijd. Pakt hem hier wel goed af en wordt dan neergehaald. En dit is een gele kaart voor Joeri Sprengers. Dat is een terechte. De vrijtrap van Deurne blijft staan met Groen achter de bal. Groen en Stees. Wordt in de weg gelopen door Veneman, waardoor hij niet perfect kan koppen. Snelle ingooi van Venlose Boys. Die wordt hier links opgepakt door Robin Boos. Met direct tegenstander van Heuvel. Actie geeft hem voor. En Boos komt met tekort. En Paul Wienhoven mist volledig die bal. Corner. Weggehaald door Groen. Daar is nog Boos met het schotje. Maar ook deed schot miskracht. En makkelijk te redden door Verhoeven. De tweede helft. Begonnen SC Deurne
Goed voetballende aanval. Idrissi op Sabah. Veel ruimte. Sabah heeft die bal voor. Die wordt weggekopt. Plas kan hem oppikken. Geen overtreding, zegt de scheids. En dan de lange bal resulteert in niks. Doelkap van Kusters. Steeks zit daar goed tussen. Steeks gaat op avontuur. Nog steeds Steeks. En oeh, die krijgt daar een flinke duw van Schofboos. En de vrije trap blijft staan. Daar is Idrissi. Ja! Die schiet hem binnen. Dat is 1-1. Nu Edouan El Idrissi. De eerste goal voor SC Deurne in deze competitie. Lange bal, Sjors Boots neemt hem mooi mee. Boots die wil hem voorgeven op Hoveling, maar die voorzitter is ontzettend matig. Daar komt Fennis Boys, die drinkt hier toch iets meer aan. Weer naar Sjors Boots. Sjors Boots schiet en dat is een geweldige redding van Verhoeven. Die hem met de vinger op een lijk aan te zitten. Een vrije trap van Ruben Peulen. Kopbal, en dan krijgt Groen hem onverwachts op zijn schoen en dat levert de corner van Fennis Boys op. Ingooi van Sabah op El Idrissi. El Idrissi, oh, hier laat weer nog hoofdstandjes zien. El Idrissi heeft een diep op Van der Stijn. Maar het ging Van der Stijn. Van der Stijn verliest dat duel. De Sprengers die hem makkelijk kan overnemen. Maar levert hem ook weer net zo makkelijk in. En Deurne ook weer. De lange bal van Steeks. Wordt opgepikt door Veenman. De actie van Veenman die sterk speelt. Matthij op Sabah. Mooi voor Deurne. Stel een inworp op Matthij. En Matthij krijgt hem duwende weer. En dat is een vrije trap voor Deurne met Groen achter de bal. Vrije trap iets te laag. Scrimmage van der Steen. Hij mist hem met Matthij. Twee schoten geblokt van SV Deurne in de slotminuten van de wedstrijd. Hoe Verhoeven. Nee. Dit gaat niet. Hij gaat Deurne nog een keer. Idrissi geeft hem op Matthij. Matthij blijft aan de bal. Oh, die was hier een flinke trap. Weer een vrije trap van Deurne. Weer Groen. Idrissi draait mooi weg. Hij moet klaar. Nee, hij had bij Deurne gaat in de laatste minuut nog een vrije trap. Groen en Matthij achter de bal. Groen in de muur. En dan Matthij in de handen van de keeper. Dan lijkt de eerste wedstrijd van SV Deurne een 1-1 gelijkspel te eindigen tegen de oranje-zwarte Venlose Boys. Ja. Scheidsrechter fluit af. Deurne speelt 1-1 tegen Venlose Boys. In de eerste competitiewedstrijd van het seizoen 2021-2022.